Breda Nu. Je weet het meteen. Op woensdag 5 oktober werd er een boekbespreking gehouden tijdens de Kinderboekenweek in het Ginneke. Daar werd een bijzonder boek gepresenteerd door de twee makers Vladimir en zijn vader Peter Paul Knechten. Beste mensen, er is angst. Angst door de terreur in Energy City, de stad in de andere dimensie. Allemaal veroorzaakt door de geduchte tegenstander, de vijand. En daar krijgen de helden in ons boek Erik en Joyce mee te maken. En onder leiding van de beroemde professor Onkel Heinrich, de geleerde in Energy City, strijden zij tegen de tegenstander. We introduceren daarom voor jullie Erik en Joyce. Erik is te vondeling gelegd door een alienvader in Energy City. Hij is opgevoed door opa Kul en oma Fluweel. Erik is handig en slim, vooral als er problemen zijn en de nood het hoogst is. Joyce is ook een leerling van groep 8. En Joyce denkt dat ze fantastisch kan zingen. En een staaltje van haar kunnen, tussen haakjes, volgt nu. Nou, het begon allemaal toen Vladimir een jaar of 4, 5 oud was. En toen hebben we spelenderwijs verhaaltjes bedacht van de figuren. En er kwamen eigenlijk steeds meer figuren bij. En toen heb ik jullie afscheid genomen van de basisschool. En daarvoor wilde ik een cadeau geven. En afhankelijk was het idee om stencils te maken. Maar we hadden meelezers en mensen die het echt heel leuk vonden. Dus toen hadden we zoiets van, dit moet eigenlijk in het boek. Ook om die figuren eens en voor altijd vast te leggen. Ook jullie kaartjes stervelingen hier aanwezig. De strijd is nog niet gestreden. In deel 2 zal opnieuw de duisternis neerdalen. En ditmaal nog gruwelijker dan in Erik, Joyce en de vijand. Ik vond het illustreren leuk, de tekeningen maken en zo. Er zitten ook elementen in van het boek. En het gaat zeg maar, de tekening zelf, als je het boek leest, dan begrijp je ook wat de kaft is. Dus. Wat is jouw favoriete personage uit het boek? Ja, ik denk gewoon Erik, want vroeger wilde ik altijd Erik zijn. Ik wilde altijd dat hij kon, nu niet meer, maar het is wel mijn favoriete personage. Het is een eerbetoon aan de fantasie. En wij zeggen van, als je fantasie koestert, dan blijf je ook kind, als het ware. En dan blijf je voor altijd jong. Dus dat is ook het motto van de kinderboekenweek. En je fantasie is een heel belangrijk iets. Daar kun je hele leuke dingen mee doen. En alleen daarom zou je het al moeten kopen eigenlijk. Onze fantasie, die erin staat. Op woensdag 12 oktober wordt er een tweede presentatie gehouden. Om 3:30 in bibliotheek Haagse Beemden.